dat is het onderwerp milieu. Een kleine zinspeling natuurlijk, de groene hallen in het Weelde station. Wat met het windmolenpark in de Ravensheer? Ik geef maar wat onderwerpen aan waarover mensen iets kunnen zeggen. Misschien ook nog de vraag, in hoeverre worden de groepsaankopen voor elektriciteit gestimuleerd? En komen er nog andere initiatieven om te investeren in groene stroom? Hoe zit het met het natuurbeleid, sluikstorten? Ravens heeft ontzettend veel natuurgebieden. Wat gebeurt daarmee? Hoe komen de mensen dat te weten dat die er zijn? En dan misschien ook nog, ja, hoe ga je dat toeristisch promoten eigenlijk allemaal? Het lijkt mij verstandig dat groen de deur openzet. Dank u wel. Ja, ik zal me even voorstellen, ik ben Jan Kortes. Ik ben zowel letterlijk als figuur sta ik achteraan onze lijst. Ik sta er volledig achter onze lijst. Over de groene hallen wil ik het volgende kwijt. We willen daar absoluut geen economische activiteit. Als je naar dat gebied kijkt, dan zie je zo, dat is natuurgebied. En het natuurgebied. Dat staat nog ingekleurd als wit, omdat dat militair domein is. Dat wil niet zeggen dat dat geen natuurgebied is. Het creëren van economische activiteiten in natuurgebied is een omzeiling van de wetgeving. Militaire domeinen zijn in Vlaanderen dikwijls de mooiste stukjes natuur. We willen die absoluut beschermen. En over het ontplooien van economische activiteiten, daar ben ik nog niet zo zeker van dat dat een goed plan is. Een gemeente die economische activiteiten gaat ontplooien, vind ik een raar idee. Want wat met de bedrijven die geen plaats zouden vinden in die hallen, bijvoorbeeld. Als bedrijven daar iets kunnen gaan doen, wat zouden die bedrijven die daar dan komen, zullen die niet beschuldigd worden, zullen die het gemeentebestuur niet beschuldigen van concurrentie, vervalsing of vriendjespolitiek. Gemeentebelastingen, die dienen vooral, gemeentebelastingen die betaald worden door de hardwerkende Ravense mensen, vinden wij dat die ook ten gunste van de Ravense bevolking moeten komen en niet van bedrijven. We willen die hallen eventueel, want we weten niks over de kostprijs, we willen die eventueel wel aanschaffen. Bijvoorbeeld voor jumping, voor paarden, dekbanen en kegelbanen, voor toeristische activiteiten. En één hal willen we vooral reserveren voor een fruitzaal. Het windmolenpark, dat vinden we van dat die niet op de goede plaats gelegen zijn in Ravenseel. Al het industriepark lijkt ons veel beter, onder andere omdat daar een hoogspanningsleiding ligt die gebruikt kan worden om die windmolens aan te sluiten. Okay. En dat heeft Ravenseel niet. Dan kunnen we 100.000 euro's weer besparen. Dank u wel. U vindt dat er in de groene hallen geen economische activiteit mag zijn, maar u stelt zich meteen ook al vragen wat de gevolgen zouden zijn als ze er wel zijn, vind ik een zeer eigenaardige redenering. Ja, we willen het gebruiken voor de bevolking. Ja, economie is ook bevolking natuurlijk. Ja, maar ik stel, maar de mensen van Ravens werken hard voor een bedrijf, gaan s'avonds naar huis en ramen. Nee, u zegt geen economische activiteit in de groene hallen. En tegelijkertijd stelt u vragen over wat ze wel zouden zijn. Dat de ene niet bevoordeeld mag worden tegenover de andere. Dus als er toch economische bedrijvigheid is? Dat zal de natuur niet te goed komen volgens mij. Ja. U wilt in eerste instantie geen economische activiteit. In de wetgeving, in de Europese wetgeving staat dat in natuurgebieden geen economische activiteit. Goed. Ik kan me voorstellen dat er andere partijen zijn die daar wel economische bedrijvigheid willen. Absoluut, binnen de juiste krijtlijnen denk ik dat die groene hallen daar zeer geschikt voor zouden zijn. Dat wil niet zeggen dat we daar een grootse industriezone van willen maken. We weten dat dat gesitueerd is, heel dat gebied.
48 hectare groen, 48 hectare rood is zich gesitueerd tussen de bossen. Dus we moeten daar ook een beetje rekening mee houden. Maar ik denk dat in de studies die er al geweest zijn, en we hebben dat project bekeken binnen de gemeenteraad ook al, dat we daar op een verstandige manier mee moeten omgaan. Op dit ogenblik is het zo dat we niet weten hoe het gebied straks ingekleurd gaat worden. Dus niemand weet wat er mag of wat er niet zal mogen. Dus we moeten een beetje op de rem gaan staan. Wij zijn ook enthousiast. We zouden er graag nu al iets mee doen. Maar het is heel moeilijk. We kunnen slechte mensen gaan opzadelen straks met de rekening die nadien gaat komen. Waarbij misschien de hallen zoveel duurder zouden worden. Want het is dus zo, het leger verkoopt nu de hallen. Ze hebben de prijs genoemd. Maar dat is op basis van een huidige inkleuring. Er komt straks een definitieve inkleuring op het gewestplan. Waarbij die zone dus een bepaalde kleur zal krijgen. En dan zal de definitieve prijs bepaald worden. Dus we kunnen nu niet tegen de mensen gaan zeggen, kom, we gaan die groene hallen verwerven voor wat nu een interessante prijs lijkt en straks de rekening achterna sturen. Dan kunnen we ten opzichte van de belastingbetaler niet maken. Maar ik denk dat er plaats moet zijn en voor lokale economie nadien, zij het op een beperkte schaal, en ook voor de gemeente, als dusdanig, voor verenigingen. Maar er zijn alle genoeg, ik denk dat we alle ruimte hebben daar om iedereen aan bod te laten komen als het over die hallen gaat. Geen aandacht voor de natuur daar? Zeker aandacht voor de natuur. Ik denk dat er, als we moeten eerlijk zijn, de gemeente Raalvens is quasi één groot natuurgebied. We hebben 850 hectare bossen in de staatsbossen, we hebben de overheden, we hebben de bossen op de wegmeerheid, de gemeente Bossen. Raalvens is één groot natuurgebied. Ik denk niet dat we er bomen moeten gaan bijplanten. Die staan er genoeg. Oké. Maar mijn vader heeft het daar ook wel geplant, dus... Ik denk dat er bomen bijgeplant zijn, om één reden. Dat was als compensatie voor andere gebieden, waar bomen dan zijn moeten sneuvelen, als uitbreiding voor bepaalde andere toepassingen. Hebben we als compensatie bomen bijgeplant. Maar op zijn totaal zijn er geen bomen bijgekomen. Ik denk ook niet dat dat nog nodig is. Ik denk dat er in weinig gemeentes meer bomen staan. Goed, we gaan eventjes naar CDMW. Ja, wat betreft de groene hallen, het is inderdaad de prijzen bepaald. De invulling nog niet. Er is overleg met de Vlaamse administratie. En alles wijst erop dat een deels recreatie en deels economische activiteiten, maar met een laag dynamisch karakter doet men dan. Dus het omvormen naar een KMO-gebied is onbespreekbaar op Vlaams niveau, maar opslag en een laag dynamisch karakter wel. En in functie daarvan is de prijs bepaald en dat ziet er behoorlijk interessant uit. De gemeente is daar wachtende partij op de militaire en op de concrete invulling. Dat kan ook een 2-3 jaar duren. Maar we zijn er zeker vast aan het werken, ook alternatieve plannen om die dan vol te leggen eventueel of te combineren met zonne-energie. Die offertes, alle voorstellen zijn klaar, maar we mogen daar niet aan beginnen tot aan de definitieve invulling. We zijn nu aan het praten met het kabinet van de minister om even te kijken of er alsnog ondertussen de halen, niet één, want de gemeente heeft er één in gebruik, maar dat we er meerdere in gebruik kunnen nemen en dat we dan al eventueel kunnen door de verhuren of de beschikking stellen van andere gemeenten of de Vlaamse overheid. Daar zijn mogelijkheden, maar dat is nog niet evident. Daar is het afwachten. Daar zijn we afhankelijk van Vlaanderen, maar ook van de federale overheid. In ieder geval is het zo dat de gemeente altijd eerste gesprekspartner zal zijn en meebepalende factor omtrent de concrete invulling. Dus dit zal zomaar niet uit onze handen kunnen glippen. Het is een gelegenheid die heel belangrijk is, ook afspraken met natuur daar rond. Er zijn al gesprekken geweest dat de zones rond te halen, dat daar het natuurkarakter moet behouden blijven. Maar de Agentschap Natuur en Bos is ervan overtuigd dat met de laagdynamische invulling dat combineerbaar is met natuur. Omtrent het windmolenpark doen heel veel verhalen de ronde. Het is in ieder geval zo, dit is geen gemeentelijke beslissing. De gemeente zal niet kunnen bepalen waar de windmolens komen. Dat zal afhangen van allerlei commissies en de Vlaamse overheid. Het enige wat de gemeente wil doen, is niet achter de feiten aanlopen. Dat wil zeggen, als er een vergunning door de overheid afgeleverd wordt tot een windmolenpark, dan wil de gemeente ten eerste zeer duidelijk zijn dat niet enkel de grondeigenaar er beter van mag worden. De grond is inderdaad van de eigenaar, maar het zicht is van ons allemaal. Dan moet de gemeenschap er ook beter van worden. En de gemeente zal daar zelf niet in gaan participeren als het er komt, maar dat zal dan op andere manieren gebeuren. Daar de omwonenden moeten ook de mogelijkheid hebben. En vooral van belang is, als er in Vlaanderen 10 aanvragen zijn voor windmolenparken, wordt er vandaag 1 goedgekeurd. Dus het is allemaal nog even koffiedik kijken, hoor. Goed. Elia. Ja, wat die groene hallen betreft, ik denk dat er ondertussen al genoeg is over gezegd. Eén ding heb ik niet gehoord en dat is hoe gaan we de mensen erbij betrekken. Hè? De mensen hier in Raalens willen poppen, vooral aan die gewilde statie.
die toch wel bijzonder goede ideeën ontwikkelen rond wat allemaal mogelijk is in die hal. Ik denk dat het essentieel is dat ook die mensen in de toekomst, bij de invulling daarvan, intensief worden betrokken. En wat die windmolens betreft, daar is het eigenlijk heel eenvoudig. Er wordt gezegd dat er hier een windmolenpark wordt gepland in Ravenzeel. Wel, het is zo dat er wel onduidelijkheid rond bestaat. Kijk, ik denk dat die onduidelijkheid zeer snel weg te nemen is. Daar bestaan dossiers van, daar is al duidelijkheid over wie dat het initiatief neemt. Een van de initiatiefnemers is ook een schepen, dus ik denk dat het bij de bron zit, dat het ook heel makkelijk te traceren is wat er precies de plannen zijn. Er worden 8 windmolens gepland die tenminste, voor zover dat nu de cijfers onbekend zijn, ongeveer energie zullen opleveren voor 13.000 gezinnen. Aangezien dat we hier al ongeveer 6.500 gezinnen hebben, denk ik dat het een perfecte investering voor de gemeente zou zijn. Wij zijn ook van het NVA, dat ons daarover duidelijk zijn. Wij zijn voorstander van duurzame energie, windenergie ook. Voor mij paart ook in Ravenzeel, maar ik denk in eerste instantie dat de gemeente zelf zou moeten nadenken over de ruimte die men zelf ter beschikking heeft. Daar straks heb ik het ook al over vertellen bij Groen. De gemeente heeft zelf honderden hectare grond, heeft ook industriezones waar ook de productie ook meteen aangewezen wordt voor het verbruik. Dat ook in ieder geval daar de implanting van windmolens essentieel zou kunnen zijn. Wanneer de gemeente daarin persoonlijke, private, particulieren, waaronder ook een schepen mee gaat laten participeren, gaat het zo participeren en gaat ook nog een mogelijkheid zijn om de gemeente ermee te laten bijdragen, dan zal het daarop neerkomen dat uiteindelijk het risicokapitaal zal worden gedragen door de gemeente, dus eigenlijk door alle belastingbetalers, maar het rendement geborgd zal zijn op het niveau van de particuliere investeerders. Dus ik denk dat daar de gemeente in het lange termijn nooit goed van kan worden. Ja? Mag ik ook afwerken zoals de rest? Tuurlijk, ja. Ik denk dat het essentieel is dat wanneer we die opbrengst van die 8 molens, die 6.500 gezinnen die daarmee van energie zouden kunnen worden voorzien, dat die 6.500 gezinnen daardoor een goedkopere energiefactuur kunnen krijgen, essentieel, plus dat het gaat over duurzame energie, en dat de opbrengst voor die overige 6.500 gezinnen, in theorie die 4 andere molens, die kunnen we aanwenden om ook die in ieder geval commercieel te gaan verkopen. De opbrengst die we daarvan hebben, die kan ervoor zorgen dat de gemeente kan zijn evenwicht blijft. Ik denk dat het een essentieel ding is dat we daarvoor kunnen kiezen voor een optie langs de ene kant duurzaamheid, langs de andere kant de goede implanting en langs de andere kant rendement op lange termijn voor iedereen. Twee kleine toevoegingen. 1. Het is zo dat het implanten van windmolens bijvoorbeeld in de buurt van een vliegveld is onbestaande. Dus het industrieterrein dicht naast het vliegveld, dat is bekeken, is onmogelijk. En 2. Recentelijk in de maand augustus heeft de Hoge Raad voor het Vergunningenbeleid beslist dat windmolenparken in een landbouwgebied met maatschappelijke waarde niet kunnen. Dat betekent dat een enorm groot gedeelte van onze gemeente sowieso niet in aanmerking zal komen. Ja, ik hoorde het helaas even zeggen door de Open Dorpsraad dat onze gemeente genoeg volgens staan. Ik wil ze op attent maken dat de wereldbevolking 2 maal het aantal bomen verbruikt als dat erbij komen. En dat bomen de enige zuurstofproducent ter wereld zijn. Dus genoeg bomen in Ravenzeel, in hoeverre is dat? We moeten er overal een beetje planten, ja.